Er is te veel gefocust de afgelopen jaren op de Maas, maar niet op de Geul. Als je nu ziet wat er is gebeurd, dan zou je die conclusie kunnen trekken. En verder en meer actueel, Grens Maas project heeft gewerkt. Voelwammes en Geulen en de Maas hebben de dans ontsprongen. Problemen met levering plastic zak en 5 kaarsjes mogen ze uitblazen. Het G-team van Meersen. Goeiedag, het nieuws van week 34. Er is te veel gefocust op de Maas en te weinig op de Geul. Dat is de conclusie van het consortium Grens Maas over de watersnood in Meersen. Jarenlang is het consortium onder andere in onze gemeente bezig geweest om de Maas te verbreden door het uit te voeren van het zogeheten Grens Maas project. Dit project is bedoeld om de wateroverlast door de Maas zoals in 1993 en 1995 in de toekomst te voorkomen. Als je nu ziet wat er is gebeurd, dan zou je die conclusie kunnen trekken. Het programma, het plan Grens Maas, onderdeel van het Maasrouteproject, is natuurlijk vooral gericht op de Maas en de beken. Ja, wie had er verwacht dat er zoveel water beneden zou komen en in één keer. Aldoende leert men en dat zijn zaken die nu opgepakt moeten worden. En ik hoop wel dat er wel doorgepakt wordt. En niet te lang, zoals bij het grensmaatschappijproject, 20 jaar gediscussieerd gaat worden over het wel niet uitvoeren van zo'n project. Terwijl we toch allemaal zien dat het zijn vruchten afwerpt. Verhoeven heeft wel een aantal ideeën om de problemen aan te pakken. Belangrijk hierin is om nu actie te ondernemen. Ja, je kunt de Geul niet veel meer ruimte geven. Je zou een retentiegebied kunnen aanleggen, ook hier aan de overkant van het kanaal, waarbij je bij hogere afvoeren toch een stukje water kunt afvlakken. En je zou de onderdoorgang onder het kanaal een heel stuk kunnen verbeteren. Er liggen nu een aantal sifons, een aantal duikers. En als die verstopt zijn, dan helaas kan niet al het water doorheen. Dus daar zou je een nieuwe oplossing voor moeten bedenken. De plannen om de Maas te verruimen waren al voor de overstromingen in 1993 en 1995. Door die overstromingen zijn de plannen in een stroomversnelling gekomen. Nu lijkt er een soortgelijk iets te ontstaan, maar nu door de overstromingen van juli dit jaar. Het grensmaasproject waren al eerder plannen om met natuurontwikkeling en grindwinning en een stukje rivierverruiming hier plan te maken. Maar inderdaad, het is in een stroomversnelling gekomen. Na 93, 95 de hoogwaters, toen was toch iedereen werd weer met zijn neus op de feiten gedrukt dat er echt iets moest gebeuren. En deze situatie op dit moment is dat weer zo. Ja, eigenlijk is het dan nu weer gebeurd. Ja, dus er komen pas maatregelen. Ja, maar zo werkt dat vaak, hè. Er moet echt iets gebeuren waar mensen weer met de neus op de feiten worden gedrukt voordat er wordt doorgepakt. Dan is er weer consensus. Bij sommige inwoners van Westbroek en Brommelen was er een vermoeden dat het Grens Maasproject heeft gezorgd voor wateroverlast. François Verhoeven legt uit dat er geen verband bestaat tussen de overstromingen en de werkzaamheden. Een collega van mij heeft contact gehad met een van de inwoners. Het idee wat daar leefde was dat daar in dit gebied waar wij ook nu staan, dat daar ook een kleibergen was aangelegd. Nou, er zijn in het grensmaatsproject een aantal kleibergingen, dekgrondbergingen. Eentje daarvan is de dekgrondberging hier in Itteren waar we nu staan. Daar is al het grind ontgraven en daar is weer dekgrond teruggebracht. En de andere dekgrondberging ligt helemaal aan de noordkant van het dorp aan de Maas. Daar is op dezelfde manier grind gewonnen en dekgrond teruggebracht. Van de dekgrond die vrij kwam bij de verruiming van het rivierbed. Maar in dit gedeelte hier van Voelwammes tot aan noord, ten zuiden van het dorp Geulen, is eigenlijk niets gebeurd. Anders dan een heel klein stukje rivierverruiming hier een paar honderd meter verderop. Dus hier is aan de situatie niets gewijzigd ten opzichte van vroeger. Dus het water kan hier nog steeds vrij afstromen. En dit zijn beelden uit 93 en 95 van Geulen aan de Maas en Voelwammes. Toen liepen daar de huizen onder water. Het Grens Maas-project heeft gewerkt, want zij zijn in juli de dans ontsprongen. Jan Dirks woont al 65 jaar in Voelwammes en heeft daardoor ook het hoogwater van 1993 en 95 meegemaakt. Ik weet nog goed wie in de kamer stond door. En het water zou hier aan de achterdeur naar binnen lopen. Ja, toen wist ik niet meer wat ik zag. Toen heb ik gauwig het laf van, wie durft hier in mijn huis te komen? Het water, hè? Maar goed, zo is dat. Maar dat wordt toen zo. Toen wordt het echt ook paniek, hè? Maar zelfs na 65 jaar wonen in Voelwammes heeft Dirks het nog nooit zo meegemaakt als dit jaar. En daar heeft hij een verklaring voor. Deze keer is goed gegaan door de diek. De diek heeft dus gered.
En de ontgrinding van dat geval allemaal. Het uitlopen van het water en alles, dat hij dus gered. Ja. Maar het wou nog maar zoveel, want de betonnen rand al, hè? De asje daar is zichtbaar. Daar stond het ongeveer 5 centimeter onder de wegste rand. Dus een beetje liggen. 5 centimeter waren er over gekomen. Dus je hebt geluk gehad. Oh, maar we hebben het uiterste geluk gehad, maar we zijn ook hartstikke gelukkig tot ze neer de streuver gekomen. Ook François Verhoeven heeft alle vertrouwen gehad in de werking van het Grens Maas project. Nou, hier in het zuidelijk deel had ik wel vertrouwen erin. In het noordelijk deel waar we nog aan het werk zijn, daar ben ik wel zelf gaan kijken. En daar was het ook maar net op het randje. Dus daar zijn we nog bezig, dus de werkzaamheden nog niet klaar. Maar hier in het zuiden had ik eigenlijk geen slapeloze nachten van gehad. Hier was ik wel overtuigd dat het zou werken. En Dirks heeft nog één tip voor mensen die ook slachtoffer zijn. Ik maak me gewoon van die houten platen die watervast zijn. Daarachter zet ik me gewoon in een rubber plank ik me. En ik maak de mout van de schroeven al klaar. Als ik zie tot ik een drakje bevestig, dat zet ik me bovenop een oude hoeverok. En dat laat ik toch wel rustig doen. Zodat je het niets meer of meer te maken. Wat bleef? Zodat je het niets meer of meer te maken. Tot ik dat, de branche en de rotzooi, dat is het ergste. De no. Zo, is het zo goed? Het bestuur van gemeenschapshuis in Moorveld te Kollekamp geeft woensdag 1 september om 19:30 een presentatie over hun toekomstplannen. Hiervoor nodigen zij de inwoners van Geulen uit. Belangstellenden worden gevraagd eigen ideeën in te brengen. En een stuk lager in Geulen ligt het voormalige basisschool in het Riet. Het plan is het gebouw en de omgeving te transformeren naar een multifunctioneel complex, waar ook gemeenschapshuis De Kleioven een nieuw onderkomen zou krijgen, samen met woonunits en horeca. De Limburger meldt dat dit project wederom vertraging oploopt, omdat de plannen steeds worden teruggenomen voor een nieuwe opzet. De overstromingen zorgen voor nog een probleem. Zeer veel afval is door de Maas stroomopwaarts meegenomen en achtergelaten op de oevers. Maas Cleanup en Natuurmonumenten hebben dit initiatief genomen om van de gelegenheid gebruik te maken en een grote schoonmaakactie gehouden. Met in totaal bijna 3900 vrijwilligers is er meer dan 1 miljoen kilo afval opgeruimd. Basisschool De Bundeling in Bunde en De Lindegaard in Rotem gaan niet samen verder onder één dak. Uit onderzoek is gebleken dat geen enkel scenario voor gezamenlijke huisvesting haalbaar, geschikt dan wel wenselijk is. Omdat er voor De Bundeling sprake is van zorgplicht en dit voor De Lindegaard nu nog niet het geval is, is besloten om enkel de scenario's voor de individuele huisvesting van De Bundeling nader te onderzoeken. Zorgplicht wil zeggen dat er noodzaak is tot nieuwbouw, vervangende bouw of uitbreiding. Bij De Lindegaard is dit nog niet het geval, maar dit zal wel op korte termijn moeten gaan gebeuren. Binnen onze gemeente wordt afval gescheiden opgehaald. Voor plastic en blik en drankkartons is er een speciale doorzichtige plastic zak. Door leveringsproblemen vanuit China dreigt een tekort aan dergelijke zakken. Partij Lokaal DNA uit haar zorgen hierover en wil van de gemeente weten of dit consequenties heeft voor de inwoners van onze gemeente. Dit heeft de partij verwoord in een brief aan het college van burgemeester en wethouders die hierop nog moeten reageren. 5 jaar geleden werden ze opgericht nadat gehandicaptenorganisatie Meerse, het GOM, het initiatief nam om samen met SV Meerse een G-team op te richten. Ik studeerde zelf ergotherapie toen dat tijd en ik ging veel met mensen met een beperking. En ik miste gewoon dat de mensen met een beperking midden in de maatschappij stonden. En toen dacht ik, waarom ga ik geen G-team oprichten? En dan heb ik de mensen met een beperking en mijn hobby voetbal gecombineerd. En ja, dit is het resultaat ervan. Een G-team wat al 5 jaar bestaat. Toen Leroy Verhoeven het G-team oprichtte, zag het nog zo uit. Ja, het eerste punt is binnen voor het G-team van SMS. Een heel leuk feit. Ja. En hoe gaat het nou in de toekomst? Wat gaat verder gebeuren? We gaan gewoon lekker trainen, wedstrijden spelen en dan zien we het wel. Hè? Trots op uw mannen en vrouw. Jazeker, ze hebben het goed gedaan. Iedereen, van de spelers tot de hoofdballenjongen tot de waterzakdrager. Iedereen heeft zijn best gedaan vandaag. Nu
Vijf jaar later is het team gegroeid naar 17 spelers, 4 trainers, een hoofdballenjongen en heel veel supporters. En dit jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Vandaag wordt het gevierd met fly en lekker drinken erbij. Ze hebben een bootcamp, dus worden pittig aangepakt voor de conditie. En later dit jaar gaan we nog wat anders leuks doen door een verrassingactiviteit. Dat ga ik niet vertellen, want anders weten de spelers meer. Een aantal spelers zijn al sinds de oprichting erbij. Anderen hebben hun overstap gemaakt van een ander G-team. En waarom? Omdat wij in Meersen de leukste en gezelligste groep hebben. Omdat het een leuk team is. Ze spelen leuk en je wordt eigenlijk op handen en voeten gedragen. Ze zijn heel erg sportief. Ze zijn heel meegaand met elkaar. En andere teams, dat was het niet zo. Dan ging het eigenlijk om het winnen. Dit is gewoon gezelligheid en leuk. Het is gewoon een wekelijks uitje. Dus ze komen elke keer met veel plezier. Ze hebben er zin in, want ze zijn al 5 jaar lid. Dus ze doen er al 5 jaar met de andere spelers en met ons als trainers. En ze komen gewoon met heel veel plezier elke keer. In zo'n lange tijd heeft de spelersgroep veel meegemaakt. Over de mooiste herinneringen wordt nog vaak nagepraat. Barendrecht. Daar zijn we toen heen gegaan met 3 andere speelsters. En toen hadden we ons eigen shirt hebben we laten maken. Echt trots, met die Meersen logo op de rug, de naam. En ja, iedereen had echt zoiets van, wauw, komen jullie eraan? Ik zeg, hebben we zelf gemaakt. Mijn mooiste herinnering is hoe ik de t-shirt gekregen heb van een mediumspeeder. Het was op een zaterdagmorgen, toen hadden we een thuiswedstrijd en we hadden allemaal onze eigen kleren aan. En die jongen Duncan die zei toen tegen mij van, we hebben wat leuks voor je laten maken. Dus ik pak een cadeautje, ik wil een t-shirt eruit. Die tranen rondom over de wangen. Dat is volgens mij in de eerste winterstop geweest. We beginnen met de schouders los te zwaaien. En toen is er iemand dwars door een deur heen gegaan door mijn schuld. Het G-team van Meersen is niet meer uit onze gemeente weg te denken. Op naar de volgende 5 jaar. En zometeen na de reclame, ons nieuw programma Meer Sportief. Rochelle Bouverie is aangeschoven in de studio. Rochelle, wat zit er onder andere in de uitzending? Ja, Meer Sportief is een programma waarin we kennis maken met alle sportverenigingen uit Groot-Meersen. En deze maand is dat onder andere de Judo Club van Bunde. Zij laten zo'n 3-tal judotechnieken zien. Daarmee gaan we kennis maken. Verder is ook het G-team begonnen met trainen. En wij volgen de speler van de maand, Guy Hoebe. We zijn met mijn ras, hè? Anne? Hey, trainen! Ja, ben kom, loop! Auw! Hey, mag je doorstampen? Lopen, luie! Dat en meer zometeen. En tot zover het nieuws op tv. Zometeen dus na Meer Sportief nog meer programma's. De Biep draait door, gevolgd door de laatste aflevering van Tussen Os Gezag en Gezwegen. Meer nieuws op meervandaag.nl en in onze Meer Vandaag app. Ik wens u nog een hele fijne dag. Dag!